geven we aan aan de scheidsrechter van oké, even wachten met hervatten. We gaan de situatie terugkijken. Een primeur zaterdag op de ABN AMRO Future Cup. In de wedstrijd tussen Sporting Club de Portugal en Ajax werd een gele kaart voor verdediger Kiana Hoever na ingrijpen van de videoscheidsrechter namelijk omgezet in een rode kaart. De videoscheidsrechter zal vanaf komend seizoen bij iedere eredivisiewedstrijd aanwezig zijn. En dus zag de KNVB de Future Cup als ideale plek om het systeem te testen. Vandaag treed ik op als videoscheidsrechter en als assistent videoscheidsrechter. Dus dat wisselen we af met mijn collega's samen. Inderdaad om ons voor te bereiden op het komend seizoen in de Eredivisie. We willen eigenlijk zoveel mogelijk momenten benutten om ons goed te kunnen voorbereiden op het komend seizoen. En daar is dit een uitstekend podium voor. Nou, wij hebben heel veel scheidsrechters en videoscheidsrechters die voldoende uren training, opleiding moeten hebben. Nou, dat hebben ze allemaal al tot een behoorlijk hoog niveau. Alleen je moet dat natuurlijk blijven doen en ook heel goed voorbereid zijn straks op de competitie. En dan is een toernooi een uitgelezen moment om in enkele dagen meerdere wedstrijden te kunnen doen in een hoog niveau wedstrijden. Maar dat mag natuurlijk niet in officieel verband. Hè? Dus de FIFA geeft daar dan geen goedkeuring voor totdat iedereen voldoende getraind is en ervaring heeft. En dat moet je opdoen door meters te maken en vandaar zo'n toernooi. Gele kaart, nu ook de eerste voor Ajax. Ja, dat is dan een optelsom van alle overtredingen die er overal weer al zijn gemaakt. De scheidsrechter die beoordeelt de situatie en die fluit en die geeft een gele kaart aan de speler. En op dat moment dat hij dat doet, dan zien wij dat moment natuurlijk ook. En dan kijk ik samen met mijn collega dat moment terug. En dan zijn we eigenlijk op zoek naar het juiste beeld, het gevoel. Het eerste gevoel wat je zegt, dan denk je, dat zou wel eens iets meer kunnen zijn dan die gele kaart. Op dit moment geven we aan de scheidsrechter van oké, even wachten met hervatten. We gaan de situatie terugkijken. Op het moment dat we dat aan het doen zijn, dan zijn we vanuit alle hoeken die er beschikbaar zijn, dat zijn er in dit geval 10, zijn we de situatie aan het terugkijken. Op zoek naar het juiste beeld, het mooiste beeld om de actie goed te kunnen beoordelen. Dat is dan uiteindelijk dit beeld waarin je ziet dat hij met zijn noppen vooruit gestrekt been met buitensporige inzet op het been van de tegenstander terechtkomt. Ja, hier kan geen ander oordeel over zijn dan dat je dit een rode kaart vindt. Dit is dus ook wat we communiceren naar de scheidsrechter, nog niet mijn beslissing of mijn advies. Het enige wat ik tegen hem zeg is van nou, we willen even dat je zelf gaat kijken naar het beeld. En dit is het beeld wat we aan de scheidsrechter laten zien. Dat ziet hij langs de kant van het veld. En op basis van dit beeld neemt hij zijn beslissing. Vraagt hij eventueel wat ik er zelf van vind. En dan communiceert hij dat zoals hij dat gedaan heeft. De videoreferee gaat er naar kijken. En dan moet je vrezen. Want hij heeft al geel gegeven. Ja, hij gaat kijken. Oh, hij gaat hem rood geven. Ai, ai, ai. Ja, daar valt wel iets voor te zeggen. Wat je hier ziet is dat je ziet vooral heel erg goed in welke hoek de scheidsrechter de situatie moet beoordelen. En vanaf zijn positie kan ik me heel goed voorstellen dat hij hier aan een gele kaart denkt. Alles bepalend in het beoordelen van situaties is de hoek waarin je het moment gaat beoordelen. Zoals ik al zei, hier kan ik me goed voorstellen dat het geel is. Op het moment dat je dus vanaf een andere hoek dezelfde situatie beoordeelt, kom je tot een compleet ander oordeel. Dit geeft alleen maar aan hoe lastig het is voor een scheidsrechter om de situatie in het veld te beoordelen. En hoe fijn het is dat je de mogelijkheid nu hebt om dit vanuit meerdere hoeken de situatie te bekijken. Zijn er nog wel dingen waar jullie tegenaan lopen? Ja, vooral in het proces van het samenwerken en communicatie zijn er een hoop dingen waarbij dingen heel goed gaan, maar ook soms dingen die iets beter kunnen. Ja, dan is het fijn als je in zo'n moment kan pakken om dat nu te oefenen. Is het dan ook zo dat jullie de hele wedstrijd door contact met elkaar hebben? Nee, zeker niet. Het is wel zo dat we continu verschillende momenten in de wedstrijd aan het nakijken zijn. Maar het gaat alleen om situaties waarbij er een rode kaart eventueel gegeven zou kunnen worden, strafschop situaties. Situaties rondom een doelpunt en eventueel in het uitzonderlijke geval dat er een kaart aan de verkeerde persoon wordt gegeven, dan kunnen we dat op de juiste manier afhandelen. Het zal de discussie uit voetbal niet wegnemen. Op maandagmorgen zullen we straks nog steeds hebben over beslissingen in wedstrijden, over situaties in het spel van wellicht door sommige mensen gezegd niet juist toegepast door de scheidsrechter of videoscheidsrechter. Interpretatie in voetbal gaat blijven. Maar we willen juist die grote fouten eruit halen waarvan iedereen eigenlijk wel unaniem zegt, ja maar hoor eens, dit is niet eerlijk. We willen graag fair play.